Dit is Renatori, welkom erbij. We bevinden ons op straat en we zullen het hebben over de wet geldelijke voorzieningen. We zullen hierover enkele mensen in de samenleving interviewen. In de Nationale Assemblée worden de wetten behandeld die de financiële voorzieningen van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht met elkaar laten samenvallen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de wet geldelijke voorzieningen leden en gewezen leden van de Nationale Assemblée, die onder meer moet voorkomen dat DNA-leden dubbele salarissen ontvangen door nevenfuncties bij de overheid. Komt u mee en kijkt u naar de meningen van enkele burgers. Ja, wat is je mening over deze wet geldelijke voorzieningen? Is het verstandig dat er een wet komt waarbij DNA-leden, die bijvoorbeeld niet meer werken, misschien na 3 maanden salarissen niet meer ontvangen. 6 maanden salarissen niet meer ontvangen. De reden waarom is omdat het kan niet zo zijn dat je bijvoorbeeld, want je hebt sommige van die DNA-leden zo werken niet, ze gaan gewoon tekenen en dan ja, dus en dan zogenaamd waren ze aan het werk. Snapt u? En wij zijn de mensen die eigenlijk rond de leden, de burgers. Want wij betalen letterlijk belastingen en al die dingen. Toch? Dus ik vind het een hele goede wet als er een wet kan komen dat mensen die na 6 maanden niet meer werken bij het DNA-lid, moet gewoon niet meer ontvangen. Wat is jouw mening over de wet? Wel, de wet dat is. Dan moet je kijken dat je toch in elkaar ook in elkaar een zwaar dan heel belangrijk is. Simon, dat nog kan. Ik bedoel, je moet accepteren. Dat is nog zo. 2 jaar is zo, je ziet in de bagarat, maar je stopt. In elkaar is dat maar heel jaren door dat alle jaren. 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, dat kan. Maar als die wet gaat komen, zal het goed zijn. Maar waarom komt het zo laat? Ja, toch? Reden waarom de man verrijkt is ribba door nieuwe beroepen en zo. Toch? En al zijn ze minister af, ontvangen ze ook dat geld. Is dat weer, toch? En waarom nu pas dat hij straks over 7 maanden er niet meer gaat zijn, komt die wet nu pas in? Ik denk het wel een beetje laat, maar het is toch wel een positief iets. Om eerlijk te zijn, ja. Maar dat zei ik eens aan. Ik wil ook van konderen, toch? Afroeg is aan de maatje stappen, toch? Dat valt ook aan apotivolk. Apotivolk heeft hier een toetong. Ik denk dat ze laten zijn op, dat valt ook aan apotivolk. Ja, ze noemen ja dat die op. Als ze nou boos zo toch? Is dat niet, toch? En meelijk van mij is dat, ja, toch? Men hem altijd met taki, met zo de asra naar bevolken, dat komt op, hij nou smaak is stem. Zij de adalip zei, wie moet volgens de man salaris afroken ik kom. Zij dat nog wel eerder. Look hoe zij zijn afvallig nu ja. Afvallig heb je na. Dat heeft de man dat salaris op. Vaak kan de landsdienaren zijn er ook. Vaak kan de overheidsrevie. Dus mij deed het ook toen naar film toe toch. Is dat niet ook mijn brada? Ik zou wat anders zeggen. Ze kunnen het hele parlement opdoeken. Dat is toch niet meer bezig. Het parlement heeft ook geen stem meer. Het parlement heeft zijn tijd gehad. Maar nu niet meer. Je hebt alleen maar criminelen daar zo toch. Voor het oordelen, meneer Adin, meneer Thomas Harjo, meneer Boutersen. Zeg, je hebt alleen maar schurken daartoe en criminelen. En hoe belangrijk is het dat deze wet wordt goedgekeurd? Ja, het kan corruptie voorkomen toch. En ook, weet je, dubbele salarissen en dergelijke. Dus het is goed voor die samenleving, want dat geld kan elders gaan. En dan kan iemand ook een job daar vinden toch. Want als je nieuwe beroepen hebt, dat betekent je beperkte aandeel die geen werk heeft. Snap je? Zou deze wet volgens jou al lang moeten komen? Het zou al heel lang moeten komen. Heel erg lang. Ja, dat is pura, dat is pura. We hebben dat naar mij, maar we dat direct in boven. We hebben dat echt helemaal niet dat hij, dat andere instanties toch. We hebben dit niet zwakker, is dat echt helemaal niet dat. Want ik vind dat ik is niet genoeg bang. Dat is de voor mooi heel bang. Daar gaat de man om een jaar uit. Dus we vonden dat de money dat hij. Nee, die zijn positief. De handicapten, de mensen die salamander roken, salamander doen. Nee, die zijn smart. Voor die jongen, patu, ammoni dat je verstaat wel ammoni dat je de ministers, de dictators, zeg is de ammoni dat je jaren. De stoppers van dat je, de petit jongen, patu, die zijn zwakker. Zie je wat dit is, de man bij me accepteren, langer denk ik. Langer denk ik accepteren, langer bang. Als je me een probleem hebt, dan ga je wat dit is.
altijd. Dus maar poor, dus terwijl ik wat aan de moest komen, dan moest ik een kaak rond de poor bepaalde wetten van poor. Ook de voorzieningen voor ministers en onderministers, zoals personele ondersteuning en VIP-faciliteiten, werden besproken in het parlement. Vindt u het belangrijk dat deze zaken ook onderzocht worden? En vindt u dat het rechtvaardig is, al deze voorzieningen die de ministers krijgen? Vindt u het rechtvaardig? Wat moet ik zeggen dan? Al zeg je ja of zeg je nee, het gaat gewoon door. Die mensen zijn onschoon voor de kerk, meneer. Heb je niet gehoord wat meneer dan heeft gezegd, verleden? Meneer Abrahams, waar meneer Bouters is, hij is veilig daar zo. Hoe kan toch iemand zo'n uitspraak doen dan? Zeg me eerlijk. Ik vind het heel belangrijk dat het onderzocht wordt. Want doordat de waarheid naar buiten komt, toch? Dus je kan dus zaken anders gaan aanpakken, toch? Ik vond het nooit rechtvaardig, Isabi, toch? Vooral die de VIP. De VIP heeft een toensie voor money ba, voordat de mij kiest moren privileges. Isabi, toch? Want de maat zeker er ook aan gaan bonnen. Hou me ten goede, Isabi, toch? De maat kan gewoon kurslagen vrij. Alleen de maat is zo steek de mij aan. Isabi, toch? Maar samenleving heeft vergaan. Jij hebt het greed, Isabi, toch? Maar samenleving nog een boom. Dan een boom, toch? Dat is het inzijdig. Werkelijk, de maat onderzoek de toerisie. Want de minister die zei aan de maak is dat aan ons haar. Asari toch, apoti volk heb je naar ook toe, meka volk nyan toe, vaak aan de oudjes, vaak aan de zwakkes, zwanger aan de wandati, vaak aan de smandati, vaak aan de overheid. AOV, tanga nu schreef de sman om kies de AOV. Pensioen, aumente de sman wachtief kies de pensioen. Maar de minister, de mamone hier no mo. Afvalke de toch mee barra, ko de eerlijk jong barra da jong. Vaak aan apoti volk. Ik ben een beetje een onderwijs. Ik ben een beetje een bevolking die zei pina, jij na kondreja. Als een nego, if de minister money op een moment, dan val ik aan de smaak overheid dan. Ik de salaris op een hoek toetok. President dat pe baka. Ik want hem niet dat president ze hem nog voor ook een salaris toe. Look om mijn money, want man om een kissie. Dan een potisma, ja, nog maar kies wat je voor ook. Zij de. En ook aan mijn brother, dat koude eerlijk aan onze revion. Ja, de privilege zijn maar abito. De privilege, maar dan de privilege dat is. Want ik ben gewoon burger. Amerika keihard, maar dat is. Maar Amerika is een big money. Amerika is water, Amerika is fire, Amerika is telefoon. Alles is gratis, Amerika is aan de gang. Dus maar puur, dat is dus aan de gang. In konings, toch kan het toch moet. De maat, abigba, de maat kan. Bijvoorbeeld, jari, bijvoorbeeld zo. Iedereen heeft gedaan maar jari. De man bijjari in die poti, maar ze hebben bijjari in die jari. Dus als de privilege zijn, de man abi, de man poet een privilege in dat hij, die een zwakker dan. Maar als zwakker kan libiet is om een rustig te man, en ik op moet je hem treffen, en alles aan fout. Alles aan fout. En de wetgeving lijkt een stap te zijn richting meer transparantie en verantwoordelijkheid binnen de overheid. Zou jij ook andere maatregelen voorstellen om corruptie of belangenverstrengelingen verder te voorkomen? Ja, het gaat, ja, je gaat maatregelen moeten treffen, ja, want doordat je maatregelen treft, toch, dan kunnen mensen zien om geen handelingen mee te gaan plegen. En dat hangt ook van de regering af, als ze bijvoorbeeld meedoen met al die dingen. Wie treft dan maatregel? Wie check de checker? Als dat niet komt, dan zijn we maar, dan zijn we gewoon, dan doen we the same things. En welke maatregelen zou jij voorstellen? Of zeggen we misschien hogere boete. Je kan corruptie niet voorkomen. De mens moet uit zichzelf persoonlijk, uit jezelf moet je eigenlijk. Minder dan het hem eerlijk helemaal. Isabito, maar ga te raden bij jezelf, Isabito. No kon duidelijk aan je boek dat je nog boek. Isabito, werk aan jezelf, Isabito. Look hoe zij kan doen in je schrijven en wees een eerlijk persoon. Maar in om maar eerlijk te zien, maar wees eerlijk. Isabito, wees oprecht. Ai. En hoe verwacht u dat deze wetswijziging het vertrouwen van de bevolking in de politiek en het parlement zal versterken? Het gaat niet versterken. De politiek is al verziekt. Dat weten we al. Isabito, dus het gaat niet versterken. Ze moeten zichzelf nu bewijzen. Isabito, de politiek
moest bewijzen zijn revie. De man drapen in de assemblée moest bewijzen zijn revie. Dat ik een puntje bij paaltje ging de man zijn revie, dat hij mij bevoorrecht in zijn revie, sabi toch? No, de man moest bewijzen zijn revie. Waarin ik niet geloof, hoor. Ai. Ja, corruptie. Dat de man pakken, dat de man pakken, dat de man pakken, dat corruptie kon ik juist zo. A erg met de man, dat de man doet juist zo. En nog maar ik was straf, de man kies de man, ik heb ik straf aan mijn voer. Ik te kan moet niet van mijn persoon strotten, man. Maar nu, de man strotten, man, of de man te kan moet niet gaan. De man strotten, man, schrift schreef. De man te knet, hoe de man put aan mijn voer, om te geven van mijn functie, dat die wang. De man te knet van mij, aan mijn voer aan money, de man die van mijn money. Ja, ja, dat zo gaat het door, toch? De man wat aan mij doen, toch? Ja, en soort maatregelen je stel voor dat de van de man kan stoppen aan corruptie. Van soort maatregelen die man moet steken. Wel, even naar mij, even naar mij, zijn bodem, je wordt op alle den subsidie voor de man. Alle subsidie wordt op voor de man. Je na minister, bijvoorbeeld, 1 jaar, 2 jaar, je kiest money bagadati, hij stop. Je na doctor, 1 jaar, 2 jaar, hij stop. Maar als dat helemaal niet doen, na leven lang, de man prefereert leven lang en dat nog kan. A money dat is, daarom is ook nog een nooit. Maar dan had de money dat is, dat ook aan de money dat is. Dan boven, dan miljoenen, de man is toch die de man, dat de man rekening. Maar de man is ook een. De man doet het aan de kanaal, ama een zaak of zo, ama een ondernemer. Maar ik zeg maar niet gewoon, de man dat is, dat nog kan. Natuurlijk, als de man wijzig aan wet is, dat ik vertrouwen ook in de samenleving, in de politiek, in het parlement. En ook nooit. En ook nooit. Zij de mek mita kan ook nooit. En ik ook assisteren voor de politiek die is er aan. Na zo de mij voor reken de schrijven. Dat apotie volk is de film. Dus als aan is nou ook nooit. En ook om mijn brada, ook de hele kan ook schrijven. Samen tak ja, samen mek, samen ervaar te passen. Ik ook mijn oorzaal man. Voor big ja man also man to mawe firing is for us don so I trang a you to mawe make muiti ma make de ye papoti folok say de na film as a nego mi brada ko de elo an ego ya di mi well e de ma ken gidi so stand you see we for be dictoro in banga wagi jaman di ne be I ba bi wagi to rei wagi godoro if you wanna wagi me ba wagi ye pa ke fa wagi fi yes don fi ya ye pa fi fi ala fa wagi bagalati wagi na view. Mami no kombayo wagiji figo figo omdat you na minister you na dictator ne iso ku figo waji de ci ta ko da kon do go moro bon da mono de de adamu ira ti ma ko fa samol pou do hetra sani jebdes ma pay datra jebdes ma na nga datra jebdes ma na ko so sani ano jebdes ma na nga datra sabi do de swakara jebdes ma pou des ma ide noutu ek dan ket. Ik denk het, als we die stappen hebben ondernomen, toch? Dan kunnen we gaan kijken, hé, dit heeft gewerkt, dit heeft niet gewerkt, toch? Zo kan je zien dat je vooruit kan, ja. Want doordat je die stappen neemt, dan weet je hoe je andere stappen kan nemen om verder te gaan voor de samenleving. En de president nog kies salarisverhoging op de hoogte voor Asandis? Ik ben dat jongen, ik de man om kies verhoging. Ik kom met de wijk ziek, bang. De wijk is 200 zoveel, dus dat kan. Na kon ni kon so tak impis so memo ni no alors quand mi fait tak de man ki stumti pour money et puis de man ap stumti pour privilège to alors bon et qui a contre et broka contre de man n'est pas able lasting walo man n'est pas able lasting et n'a blasting mo dire contre to et vous n'est pas able lasting na kon no dai no to just mi fait tak walo san fault walo san muskenki akron to muskenki walo amando de mer kon ne ouru wetete. Ik heb een idee dat je wel eens aan moest kijken. Maar dat kon je niet komen. Ik heb het niet weer af, maar ik kom voor nooit. Zo heeft u het gehoord van enkele burgers binnen onze samenleving over de wet geldelijke voorzieningen, DNA-leden en gewezen DNA-leden. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Sran & Tori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wil belichten? Stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Sran & Tori. Snel, scherp, altijd bij de tijd.